Goedendag en welkom bij deze extra aflevering van In Gesprek Met. De gast voor vandaag is, zoals u ziet, de heer Karel Eckhorst. Hij zit namens Suriname in het IMF Board. En u weet het, IMF die is bezig met het uitvoeren van een programma op dit moment in Suriname. En er zijn wat zaken die onduidelijk zijn. We gaan dus in gesprek met de heer Eckhorst, die ons duidelijkheid zal geven op deze vragen. Meneer Eckhorst, u bent op dit moment in Suriname. Waarom? Goedenavond of goedemorgen, luisteraars, kijkers. Ik ben in Suriname omdat we op dit moment in de derde review zitten van het programma van de Surinaamse regering met het IMF. De fysieke missie hebben we gehad van 7 tot 11 augustus. Okay. Daar zaten we met het team van het IMF, een team van de Executive Director's Office, de heer Saraiva en ik van de Executive Director's Office. En natuurlijk de Surinaamse autoriteiten om precies na te gaan wat allemaal nog moet gebeuren voor de derde review, zodat dat programma voort kan gaan. Okay. Vandaar dat we hier waren de afgelopen week. Ik bleef dan nog een paar weken met vakantie. Oh, lekker. Dat is ook nodig, hè? Ja. Wanneer komt de derde review uit? De derde review is gescheduled voor... De afronding van de derde review is gescheduled voor de derde week van september. We moeten nog een exact datum kiezen, maar het zal hoogstwaarschijnlijk plaatsvinden de derde week van september. Oké, dan wil ik eigenlijk meteen naar de kwestie van de tweede review. En die was in maart en toen kreeg de Suriname toegang tot $53 miljoen. Wat zijn de belangrijkste sectoren geweest voor dit geld? Ik moet even corrigeren. De tweede review was in juni. Oké. Was in juni. 14 juni hebben we dat afgerond in de board. Zoals u weet, laat me toch zeggen, want velen zullen het misschien niet weten. Het IMF doet niet aan sectorale financiering. Okay. Het IMF helpt landen hun economieën te stabiliseren en kijkt voornamelijk naar twee belangrijkste macro-sectoren. Dat zijn de overheidsfinanciën, wat we in het Engels noemen fiscal sector, en de monetaire sector, waar de centrale bank met andere financiële instellingen in opereert. Daar kijkt het IMF naar. En als er instabiliteit is in de economie, vaker merk je dat instabiliteit in de economie, vooral kleine economie, ontstaat in de overheidsfinanciën en zich verder uitwaaiert naar andere sectoren. Ja. Het IMF zegt, we willen ondersteunen de betalingsbalans. Okay. Dat is een overzicht dat aangeeft de transacties tussen Suriname en het buitenland. En het eindigt in een toename of een afname van de monetaire reserve. En als er een afname is in de monetaire reserve of verslechtering van de monetaire reserve, zegt het IMF, we willen daarmee helpen. Betalingsbalans sturen. In uitzonderlijke gevallen, en ik leg de nadruk op uitzonderlijke gevallen, zegt het IMF, omdat aan de monetaire kant je problemen hebt gehad, die van oorsprong zijn begonnen bij de overheidsfinanciën, willen we je ook begrotingssteun geven. In ons geval, bij Suriname is dat het geval. We hebben van het IMF, de middelen die we krijgen van het IMF zijn ook zo verdeeld. Vanaf de tweede review zijn de middelen verdeeld in ongeveer $33 miljoen. Gaat naar de begroting, om de begroting te ondersteunen. En ongeveer $20 miljoen gaat naar de centrale bank om de betalingsbalans, de monetaire reserve, te ondersteunen. Dat is de verdeling. Oké, maar zou u expliciet kunnen uitleggen begroting en betalingsbalans, wat het verschil tussen die twee is? Begroting heeft te maken met budget van de overheid. Dus de eigenlijk je portemonnee, wat je in je portemonnee. De inkomsten en de uitgaven van de overheid. Oké. De betalingsbalans heeft te maken met wat ik daarnet al zei, verkeer, handels, kapitaal en financieel verkeer tussen Suriname en het buitenland.
daar verdien je dollars en je geeft ook daar dollars uit. Maar netto zullen de dollars die verdiend zijn terug moeten gaan naar de monetaire reserves, de internationale reserves, zoals we die noemen bij de centrale bank. Yeah. Wat je soms hebt, is dat door een verslechtering bij de overheidsfinanciën, de staat druk begint te leggen op de internationale reserves. Wat we noemen interen op internationale reserves. Dus wil je het interen op de internationale reserves, het afnemen van de internationale reserves afremmen, zal je dan het probleem niet moeten zoeken bij de centrale bank, maar bij de staat, bij de overheidsfinanciën. Van, laat je zeggen, ik ondersteun of ik corrigeer of ik hervorm de staatsfinanciën, zodat die geen druk kunnen leggen op de internationale reserves. En in dit geval pakken we beide aan. We pakken zowel de overheidsfinanciën aan met de hervormingen. En we pakken de betalingsbalansen, internationale reserves aan. Omdat de internationale reserves eigenlijk de basis zijn van de waarde van de Surinaamse munt. Als die verzwakken, zal ook de basis van de Surinaamse munt, de SRD, gaan verzwakken. Ja, dus nu heeft IMF dan twee keer geld gepompt in de economie op beide wijzen. Is er al verbetering zichtbaar dan? Als het om geld gaat, is het niet twee keer, is het drie keer. Bij het tekenen van dat programma in december 2022 is er altijd dan een eerste tranche dat niet te maken heeft met de review, maar te maken heeft met het starten van dat programma. Is er een eerste tranche geweest van ook om en bij 55 miljoen. Daarna hebben we een succesvolle eerste review kunnen afronden in maart 2022. Daar is er ook een 54 miljoen aan te pas gekomen. En toen is het programma off rails gegaan. Het ging off rails vanwege het feit dat er schokken in die economie veroorzaakt werden door schokken buiten die economie. En het programma was niet berekend op die schokken. Waarom het niet berekend was op die schokken? Toen het programma werd samengesteld, het is een heel complex en heel moeilijk programma, het Surinaams programma. En niet ik alleen zeg het, binnen de board bij het IMF, de mensen die die ervaring hebben met 190 landen, hebben vaak aan ons gezegd, dit is een van de meest complexe programma's. Omdat het heel wat complexe bewegende delen heeft. In 2016, toen we dat eerste programma startten, was dat een vrij eenvoudig programma. Het had niet zoveel bewegende delen. Maar waarom is er nu wel zoveel bewegend? Wat is een bewegend deel bijvoorbeeld? De economie is iets wat gaan verslechteren vanwege verschillende redenen. Na 2016, 17, 18 hadden we een beetje uplift. 2017, 18 hadden we een beetje uplift. Maar 2019 zagen we dat de economie ging verslechteren. En daarboven kwam in het eerste half jaar van 2020 COVID. Die verslechtering is gaan verergeren. Wat is gaan gebeuren? We kregen te maken met niet alleen de staatsfinanciën, die in deplorabele staat waren. Maar daarbovenop kregen we ook te maken met een schuldencrisis. We hadden aan het begin van 2020, laat zeggen naar het midden toe van 2020, te maken met een schuldenberg van ongeveer 140% van BBP. Vrij vertaald is dat meer dan ons inkomen zouden we aan schuld moeten aflossen. Dus als je een salaris hebt van 1000, zou je in feite 1400 per maand moeten aflossen. Dat was het probleem. En volgens de aflossingsschema's, de bestaande aflossingsschema's die er waren, zou Suriname dat niet kunnen. We zouden niet kunnen aflossen. Trouwens, we hebben ook niet afgelost. We zijn in default geraakt. We hebben aan de schuldeisers gezegd, luister, volgens de originele schuldenschema's gaan wij de schuld niet kunnen aflossen. We moeten aan tafel om te praten hoe we kunnen herstructureren, herschikken. Zodat er aflossingsschema's worden gepresenteerd die wel betaalbaar zijn. Die we wel kunnen aflossen. Dus dat is een tweede bewegende deel. We hebben macrofiscale. Maar dan hadden we ook een ander probleem met het institutionele, verzwakte instituten. Je kan niet staatsfinanciën corrigeren door meer geld binnen te krijgen, maar je doet niks aan de instituten die moeten zorgen voor het genereren, absorberen en het herverdelen van het geld. Bijvoorbeeld de centrale bank. De centrale bank, belastingen. Belastingen.
maar ook andere instituten. Mm-hmm. Die moeten zorgen voor een goed institutioneel kader waarbinnen die overheid haar overheidszaken kan doen. Dus dat werd ook aangepakt binnen het programma. Versterking van de centrale bank. Zou beginnen met een nieuw centrale bankwet. Oké, okay. Die is er intussen gekomen. Die is intussen gekomen, goedgekeurd en is geïmplementeerd. Ja. Dus dat is de eerste stap tot hervorming, herstructurering van de infrastructuur van de centrale bank. Maar er is meer, omdat de centrale bank het middelpunt is van de financiële sector. Moet je de rest van die financiële sector ook versterken. Dus er is ook gekeken naar de bankensector in zijn totaliteit. Er zijn EQR's, zoals we ze noemen, uitgevoerd. Asset Quality Reviews. Zijn uitgevoerd voor elke bank in het systeem. En er is ook wetgeving geformuleerd om in elk geval het wettelijk kader waarbinnen die financiële sector moet opereren, om dat te versterken. Zodat we niet weer in problemen komen in de toekomst. Dus vaak wanneer je met mensen praat over het IMF-programma, praat men alleen over het geld. Geld, het is veel meer dan het geld. Ja, ja. Ik bijvoorbeeld zie het geld niet. Ja, helemaal niet. Ik zie dat geld helemaal niet. Bij mij gaat het om de hervormingen en versterken van het institutioneel kader, wettelijk kader van de Surinaamse economie. Omdat dit zich niet meer mag herhalen. We hebben deze golven om de 5 tot 10 jaar. Okay. We gaan, als we goede prijzen hebben voor olie, goud, vieren we feest. En na 5 tot 10 jaar, dan dropt het allemaal weer. Maar kunnen we daarop niet voorbereiden dan, als we weten dat de golven om de 5 tot 10 jaar komen? We kunnen daarop voorbereiden. En daarom moeten we de instituten versterken. Ja. Niet alleen de instituten die ik daarnet heb opgenoemd. Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld ook zaken als het Spaar- en Stabilisatiefonds. Ja, ja. Dat in feite is voor sparen voor de toekomst, voor toekomstige generaties. Maar ook om overheidsfinanciën te stabiliseren. Ja. Omdat je in de opgaande conjunctuur, wanneer er veel wordt verdiend in de economie, je precies eruit haalt wat je nodig hebt om economische ontwikkeling te stimuleren. De rest, dat misschien veel is, te veel is, spaar je. Omdat we ons, ik vind niet dat we zo arrogant moeten zijn om te zeggen van, ja, wij hebben dat goud gevonden nu, wij hebben die olie gevonden nu. Dus wij gaan het nu opmaken. Onze kinderen bekijken het wel, onze kleinkinderen bekijken het wel. Ik denk dat we de verantwoordelijkheid moeten hebben om, als we die rijkdommen hebben, dat we de rijkdommen zodanig herverdelen. Mm-hmm. Dat niet alleen wij, maar ook de toekomst daarvan gaat genieten. Omdat het eindig is. Olie gaat op, goud gaat op, bauxiet gaat op. Zeker weten. Wat niet opgaat is de landbouw, maar absoluut. Daar investeren we niet genoeg in. Nee, wat niet opgaat is menselijk kapitaal. Ja. Tenzij we een atoombom gooien, iedereen doodmaken. Maar zolang we mensen hebben. Ja. Maar u sprak eerder ook over de complexiteit van Suriname. Van het programma voor Suriname. Ja. Hoe wordt er dan daarmee omgegaan binnen IMF? Het is bij elke review weer een discussie. Hmm. Van wat moeten we halen? Wat moet gehaald worden? Wat moet gedaan worden om voor te gaan? Om de hervormingen door te krijgen, om sturing te geven aan de hervormingen. Dus, en elke keer weer bij elke review zie je dat er nadruk wordt gelegd op iets anders. Bij de vorige review bijvoorbeeld waren het de inkomsten van de staat. Mm-hmm. De BTW-wet functioneerde niet zoals het moet functioneren. Het zou niet kunnen op in zijn toenmalige vorm, zoals is aangenomen in december 2022. Zouden wij niet de inkomsten binnenhalen die wij op onze begroting hebben aangegeven dat de BTW zou moeten binnenhalen, zodat we gezonde staatshuishouden. Dus het zou meer moeten zijn? Het zou meer moeten zijn. Maar niet meer in het verhogen van die tarieven, maar meer in het verbreden van de basis. Hoe dan? Er zijn sectoren eruit gelaten die veel zouden kunnen, die zouden kunnen helpen veel meer op te brengen, zodat we de uitgaven zouden kunnen dekken. We hebben een begroting gemaakt als Suriname, en dat is het enige wat IMF vraagt. Voer jouw begroting uit zoals je het hebt aangenomen. Het is niet volmaakt, maar het is in elk geval kunnen we het als anker gebruiken voor dat programma. Mm-hmm. En daarom staat IMF als een stok achter de deur van voer je programma uit, voer je begroting uit, voer je begroting uit. Je zegt dat je zoveel gaat binnenhalen, zodat je al die uitgaven kan financieren die je hebt.
Doe dat. Oké. Er waren onlangs wel gesprekken in DNA inderdaad over de uitbreiding van de basis van degene die BTW moeten betalen. Gaat dat nog gebeuren, denkt u, dat komt? Er zijn amendementen, dus aanpassingen voorgesteld in de wet. En die liggen nu bij de Nationale Assemblée. Dus dat moet nog in behandeling worden genomen. We hebben tijdens de missie laatst hebben we ook een bezoek gebracht aan de Nationale Assemblée. We hebben gesproken met de voorzitter, met andere leiderschap binnen de Assemblée, zoals de fractievoorzitters van de coalitie, van de oppositie. De vaste commissievoorzitter van Financiën. We hebben met al de mensen gesproken. En toen is aan ons aangegeven van dat het streven is om in elk geval voor het reces van de Nationale Assemblée, als het kan, voor eind augustus, de amendementen in de BTW-wet aan te nemen. Okay. Maar ook andere wetgeving, andere financiële wetgeving in het kader van dit programma, zoals het nieuwe aanbestedingswet. Ook dat moet binnenkort worden aangenomen. En twee wetten die te maken hebben met de financiële sector. Oké. Maar IMF spreekt van een langzaam herstel. Op basis waarvan is die conclusie dan getrokken? Het is een langzaam herstel. Op macro niveau zien we dat langzaam je lichte economische groei krijgt. In de macrocijfers zien we dat. Oké. We hebben in 2020 hadden we de scherpste val in de recente economische geschiedenis van Suriname. Als het gaat om economische groei, we hadden min 16% economische groei. Dat wil zeggen, het totaal inkomen dat we hebben verdiend als land is met 16% gevallen in één jaar. En daarom is het IMF binnengebracht, om te helpen om die val te stuiten. We hadden het niet gekund zonder IMF? Er zijn altijd andere opties, maar je maakt altijd een afweging, wat gaat mij meer kosten? En niet alleen kosten in geld, maar ook kosten in pijn en kosten in economische malaise. Okay. En bij die afweging is toen besloten door de regering om te kiezen voor het pad van IMF. Okay. Omdat het IMF niet alleen geld geeft, want er waren ook opties waar alleen geld werd gegeven. Maar alleen geld geven zou niet maken dat die hervormingen zouden komen. Het gaat dan om die hervormingen, geld geven met hervormingen om ervoor te zorgen dat dit nooit meer gebeurt. Oké. En dus op basis van, dus u zei... Ja, dus economische groei. We hebben gezien dat langzaam die economie uit dat neergaande komt. Nog niet voldoende, groeit nog niet hard. Hard genoeg om die herverdeling, die grotere herverdeling te doen naar die samenleving. Vandaar dat die pijn, en daarom zeg ik, op macro niveau zien wij die expansie langzaam. Dus 1,3% groei voor 2022, heel zwak, maar positief. Is al een beetje meer dan die min 16. Het is komend van min 16 naar 1, is al bijna 18% sprong. Ja. Maar dat is gewoon omdat je na COVID weer economische activiteit op gang zag komen en op gang kwam. Dus dan kreeg je dat langzaam de economie uit die val komt. En in 2023 wordt voorspeld dat die groei ietsje hoger zal zijn, 2,3%. Okay. En de latere jaren gaat die naar hoger, 3%. Het is nog steeds niet wat onze lange termijn groei is als Suriname, als land in ontwikkeling. Het zou hoger moeten zijn. Maar dit zijn correcties. Correcties die je pleegt in de economie om langzaam uit het slop te komen. Ik was vorige week op een conferentie op Curaçao, waarbij dus de mogelijkheden tussen Curaçao en Suriname voor wat betreft samenwerking in de huidige ontwikkelingen met olie en gas zijn besproken. En heel veel van de sprekers begonnen Suriname te vergelijken met landen als Singapore en Noorwegen. Is dat een goede vergelijking volgens u?
Ja, u hoort mij die vergelijking nog niet maken. Okay. En ik leg de nadruk op nog niet. Nog niet, oké. Okay. We hebben nog een traject te gaan om uit deze economische malaise te komen. Maar ik zei u al, als we die instituten kunnen bouwen, kunnen versterken. Want als u landen noemt als Singapore, Singapore heeft geen drukje olie. Mm-hmm. Singapore heeft geen drukje gas. Ik weet niet eens of ze vissen hebben in de zee. Ja. Maar menselijk kapitaal. Mm-hmm. Zware investeringen in menselijk kapitaal hebben gemaakt dat, omdat het de meest duurzame vorm van kapitaal is. Als je in mensen investeert, als je slimme mensen hebt, kan je feiten alles. Je kan olie raffineren zonder dat je olie hebt. Je kan gas verwerken zonder dat je gas hebt. Omdat je die kennis in huis hebt, zal elke investeerder bereid zijn om met je te praten. Ja, omdat die investeerder weet, ik hoef geen duur menselijk kapitaal uit andere landen te brengen. Ze zijn binnenlands te vinden, hele goede, internationaal vergelijkbaar. Dus die instituten waarover ik het heb, moeten ons helpen om die vertaalslag te maken van natuurlijk kapitaal. Ja. Financieel kapitaal naar meer duurzamere vormen van kapitaal, zoals menselijk kapitaal. Okay. Dus dan is die vergelijking terecht. Okay. Dat als we die inspanningen, als we ons die inspanningen getroosten, dat we uiteindelijk wel richting een Singapore kunnen gaan. Maar het zal niet alleen van olie en gas en goud afhangen. Die zijn niet duurzaam. Ik denk dat we dat vaker moeten herhalen, want we hebben het gezien met de bauxiet. Absoluut. Maar ook goed, met ontwikkelingshulp. Ook met ontwikkelingshulp. Onze importafhankelijke economie, dat is nog meer verergerd, zegt de IMF. We zouden dus moeten produceren en exporteren om dit tegen te gaan. Zijn er maatregelen in het programma daarvoor? De maatregelen in het programma, die ik zei u al, ze hebben vooral te maken met het macrofiscale, dus met overheidsfinanciën. Ja. Die moeten in elk geval ervoor zorgen dat de overheid in staat is om het kader, het kader te ontwerpen waarbinnen die lokale private sector kan gedijen. En dat is namelijk wat we ook zien in het herstelprogramma. Die contouren zien we in het herstelprogramma. Dat het herstelprogramma naast het programma met IMF ervoor moet zorgen dat de randvoorwaarden voor private sectorontwikkeling, dat die tot stand komen. Want je kan pas tegen de importen vechten wanneer je zelf een sterke productie, lokale productiebasis kan opzetten. En liefst gediversificeerd. Dus niet de dingen die we gewend zijn te doen. Herhalen, we doen dat al 80 jaar. Ik bedoel, we planten rijst, we verwerken rijst op dezelfde manier als we het in 1933 deden toen we begonnen met gemechaniseerde rijstbouw. Maar we zullen naar hogere echelons, naar hogere lagen in die waardeketen moeten gaan. Zodat we producten kunnen leveren aan de wereld met een hogere toegevoegde waarde. Wat meer geld opbrengt. Ja. Dus die lokale productiebasis binnen het IMF-programma. Het IMF, ik zei u al, het IMF kijkt niet naar sectoren, naar de productiesectoren. Ja. Maar het IMF wil wel die overheidsfinanciën zodanig hervormen en versterken dat de overheid de randvoorwaarden kan gaan scheppen voor de lokale productiesector om zaken te doen. Ja. Meneer Eckhorst, de wisselkoers. Het volk heeft daar elke dag buikpijn van. Er is ook een hoge inflatie. En een stelling is dat de wisselkoers en die hoge inflatie het gevolg zijn van de inmenging van IMF. Klopt deze stelling? Ik zou zeggen dat die stelling niet klopt, vooral dat gedeelte waar we zeggen dat het komt door inmenging van IMF. Mm-hmm. Een wisselkoers is een uitkomst van een heel complex, lang economisch proces. Yeah. Het is een uitkomst. Ik leg de nadruk op uitkomst. Wanneer we in dat heel lang proces is een economisch proces. Mm-hmm. Importen, exporten, overheidsfinanciën, investeringen, private consumptie,
overheidsconsumptie. Wanneer dat heel proces zich heeft voltooid, rolt er daaruit een evenwichtskoers. Want dan gaat die economie naar een bepaald evenwicht en daaruit rolt er een evenwichtskoers uit. Wat er is gebeurd, ik heb je al gezegd dat we een enorme neerval hebben gehad. Wat we zagen al, de druk op die wisselkoers, omdat we een vaste wisselkoers hadden van ongeveer 7,5. Ja. Waar maar 13, 14, 15% van de economie op draaide, die 7,50. Maar 85% van de economie draaide op die buitenkoers van 14, 15. Dus 100% hoger. Dus je zag die druk. Ja. En die druk heeft zich voortgezet. Die druk heeft zich voortgezet. Het is weliswaar gaan afnemen. Ik zeg niet dat die koers is gaan dalen. Die druk is gaan afnemen. Omdat je zag dat de discrepantie tussen de officiële koers en de buitenkoers steeds minder werd. Maar de koers steeg. Omdat de druk nog in het systeem zat. Wat krijg je met de correcties die je pleegt in de economie? En als de overheid zich houdt aan haar begroting. Dat doordat je inkomsten haalt uit die samenleving om je uitgaven te financieren, dat je een stukje druk uit dat systeem haalt. Ja. Ook de centrale bank die met haar monetaire instrumenten ervoor zorgt dat de geldhoeveelheid beheersbaar blijft, zorgt ervoor dat je een stukje druk, omdat dat ook haar einddoel, haar belangrijkste doel is als centrale bank, prijsstabiliteit, dat ze ook langzaam ziet dat die druk eruit gaat. Ik weet dat het niet snel genoeg gaat. Voor niemand gaat het snel genoeg. Ook niet voor het IMF. Maar dit is het typisch werken van een economisch systeem. Wanneer het goed gaat, kan het heel snel gaan. Binnen een jaar, twee jaar heb je een boom. We hebben dat gezien in Guyana met olie en gas. Ja. Een boom. Ja. 55% groei, hoogste groei de wereld. Ja. Omdat je van een laag staatniveau begint. Dus er is nog heel veel capaciteit die benut kan worden voor economische activiteit. Maar wanneer het valt, kan het ook heel snel vallen. Binnen een kwartaal, binnen een paar maanden, kan je zo'n ommekeer krijgen in de economie. Dat je schrikt van waar je kwam aan het begin van het jaar. En je kijkt naar het eind van het jaar en je schrikt van wat is er in een kwartaal gebeurd of in een half jaar gebeurd. Maar om vanuit die val terug te klimmen, duurt nog langer weer. Ex-president Telting zei het altijd mooi. Hij zei, vertrouwen en ontwikkeling komt te voet, maar gaat te paard. Het gaat heel snel weg. Maar om het weer te krijgen duurt het 10, 15 jaar en het gaat te langzaam. Okay. Het kan sneller. Het kan sneller. En dat is wat we nu meemaken. Op dit moment heb je een koers die ongeveer bij 38 stabiliseert, al een maand. Ja. En je ziet dat terug in de inflatie. De inflatie is nog steeds hoog, maar het inflatietempo neemt af. Dus de snelheid waarmee inflatie is prijsstijging. Ja. Prijsstijging is nog hoog, 50%. Ja. Maar de prijsstijgingen aan het begin van dit jaar waren 60%. Okay. Dus van 60 naar 50, ik zeg niet, prijzen dalen niet, nee, maar het tempo waarmee prijzen stegen neemt af. En dat is het begin. En dat gaat langzaam. Maar de prijzen bleven stegen. De prijzen bleven stegen ten opzichte van het vorig jaar. Maar de snelheid waarmee ze stegen neemt af. Dat brengt Moesje niet naar Parijs. Nee. De mensen die dagelijks, iedereen die dagelijks geconfronteerd wordt met prijzen. Ja. Maar zo staat je. Zo start je met het stuiten van die prijsstijging. Je gaat eerst een, wat we noemen, een disinflatie krijgen. Je gaat een disinflatie krijgen. Tempo gaat afnemen. Tempo van de stijgingen. Die stijgingen gaan blijven. Mm-hmm. Totdat je bij een punt komt waar de stijgingen in prijzen maar rond de 10% of 8% zijn. Dat is beheersbaar. Okay. Dus ze blijven stijgen, maar het tempo waarmee ze stijgen neemt af. Dus gaat niet direct te merken zijn in mensen hun portemonnee, want prijzen blijven stijgen. Maar voor ons als analisten is het een teken van laat die koers langer stabiliseren. Dan zal dat proces van tempoafname zal ook voort blijven gaan. Maar kan die koers omlaag? Kan een koers omlaag? Ik heb geen voorbeelden in de wereld.
waar ik een koers omlaag heb zien gaan. Je hebt soms wel mechanische ingrepen die je kan plegen om een koers omlaag te brengen. Maar dat is wat ik zei, een koers is een uitkomst van een complex proces. Een koers omlaag brengen, mechanisch, gaat ervoor zorgen dat je op andere gebieden problemen krijgt. Toch? Want we hebben geprobeerd een koers mechanisch op een bepaald niveau te houden. Maar dan zie je, daar ontstaat er een parallelmarkt met een hoge koers. Ja, ja. En iedereen vlucht naar die koers. Ja, want niemand kan bijna in aanmerking komen voor die koers die we vasthouden. Ja. Je kan hem niet kopen bij de banken. Je kan hem niet kopen bij de banken. Je kan hem niet kopen. Ja, mensen die... Er waren faciliteiten voor mensen die huur. Ja, of op maar, reis kreeg je, kon je precies, een beetje kopen. Kon je een beetje kopen. Maar doorsnee, grote importeurs en moesten gewoon naar de markt gaan waar die koers 100% hoger was. Dus je kan proberen het omlaag te houden of te drukken. Mm-hmm. Maar dan ontstaat er gevaar van dat er een parallelmarkt ontstaat. Waar die en koers dat brengt dan weer andere... En dat brengt dan weer andere... Hoofdpijnen, andere met, hoofdpijnen met zich mee. Als dat voortduurt. Maar is dan een oplossing om onze economie te dollariseren? Dat wordt ook geroepen. Onze economie is tot op zekere hoogte al gedollariseerd. We zitten al bij de hoger dan 50% financiële dollarisatie. Maar ik weet wat u bedoelt. Zouden we niet de dollar moeten overnemen als betaalmiddel? Dan las dat al onze problemen op. Wel, als u op de vingers van één hand mijn landen kan opnoemen die volledig zijn gedollariseerd en de dollar als betaalmiddel hebben, dan zeg ik, u heeft gelijk. Als dat een oplossing zou zijn voor al onze, voor alle kleine landen hun overheidsfinanciële en monetaire problemen. Er zijn nauwelijks landen. Ik denk Ecuador is volledig gedollariseerd. Ik denk dat Panama een currency board heeft. Dat is iets anders dat een beetje leunt tegen volledige dollarisatie. En misschien nog één of twee landen waar je die volledige dollarisatie hebt, maar niet meer. Okay. Omdat feit is dat wil je scheefheden in de economie oplossen, nogmaals, je niet aan een munteenheid of aan een koers moet sleutelen, maar je moet de fundamentele structuur mankementen oplossen. Yeah. Dan rolt daaruit automatisch een stabiele evenwichtskoers. Japan, de Japanse yen, is op een gegeven ogenblik gaan stabiliseren bij 100 zoveel yen voor een dollar. Zo. Maar als je naar de nominale hoogte van die koers zou kijken en zou zeggen van aan de nominale hoogte zie ik dat het een slechte economie is. Dan zou je zeggen, Japan is een slechte economie. Dat is niet want zo. Je hebt 100 zoveel Japanse yen nodig voor 1 dollar. Maar Japan is een van de sterkste, niet zo lang terug de tweede grootste economie in de wereld. Klopt, zijn natuurlijk van die plek verdreven door China. Ja. Maar ze zijn nog steeds in de top 5. Guyana, we hoeven niet zo ver te gaan. Guyana, koers van 200 zoveel. Maar kijk hoe lang hij op die 200 zoveel is. Langer dan 10 jaar, 15 jaar. Okay. Niet zo lang terug hebben ze ook een enorme devaluatie moeten meemaken. Mm. Waar hun koers wegliep. 45, daarna sprong hij naar 100. Maar uiteindelijk zijn ze de ingrepen gaan plegen in hun staatsfinanciën. En dat maakt dat ze op dit moment... een koers, of zelfs voor olie en gas, hun koers stabiel konden houden. Voor olie en gas. Hun koers stabiel konden houden. Met olie en gas kan het alleen maar beter gaan. Met de inkomsten kan het alleen maar beter gaan. Oké. Ik wil nog zoveel vragen stellen, meneer Eckhorst. Maar ik denk dat wat ook een van de dingen is die op dit moment speelt, de centrale bank heeft aangekondigd dat er hogere coupures komen. Voor de SRD. Is er sprake van devaluatie met hogere coupures? Nee, er is geen sprake van devaluatie. Ik denk dat er een sprake is van de denominatiestructuur. Uh-huh. Dat je gaat van andere denominaties, dus van andere hoogtes, nominale hoogtes, van 100 en 50, ga je nu naar 200. Maar het is niet dat de geldhoeveelheid omhoog gaat. Okay. We hebben binnen het IMF-programma wat we noemen een quantitative performance criteria dat te maken heeft met geldhoeveelheid. En we moeten ons daaraan houden dat geldgroei binnen bepaalde marge blijft. Dus met de introductie van deze biljetten
En het is ook niet met IMF besproken, hoeft ook niet. Het is centrale bankbeleid, het is haar onafhankelijk beleid. Om te zeggen van kijk, het betalingsverkeer, en ik denk dat dat het is, dat het gaat om het versoepelen van het betalingsverkeer. Het betalingsverkeer gaat te stroef met de kleine biljetten die razendsnel omlopen en daar ook razendsnel slijten. Ja. En om dat een beetje te temporiseren, zullen we wat grotere coupures introduceren die in elk geval een langzamere omloop hebben en dan ook langer goed blijven. Maar het is niet zo dat er miljarden boven de geldhoeveelheid die we nu hebben, dat dat er bovenop komt. Nee, maar dat zou wel zorgen voor de devaluatie. Maar we betalen wel een heleboel geld om die hogere coupures te krijgen. Je betaalt geld om alle coupures te krijgen. Het is wel zo dat het relatief goedkoper is om biljetten te maken en superduur is om munten te slaan. Ja. Omdat het gaat om metaal. Toch? Om biljetten te maken, het gaat om papier, dat bedrukt wordt. Dus de prijs van een 500 SAD biljet zal hetzelfde zijn als de prijs van een 50 SAD biljet. Hij gaat niet duurder zijn. Maar je moet niet schrikken dat de prijs van een Rijksdaalder duurder is dan de prijs van een 500 SAD biljet. Vanwege dat metaal. Oké, wanneer zou de bevolking merken dat de buikriem weer losser kan, meneer Eckhorst, onder het plan van IMF? Het plan is een Surinaams plan. En het Surinaams plan is zodanig samengesteld dat we binnen 3 jaar met het IMF eruit moeten. Maar dan stopt het niet. Mm-hmm. Hervormingen stoppen niet. Binnen 1, 2 jaar, 3 jaar. Sommigen misschien, maar de meeste niet. We zullen door moeten gaan. Dit is opstarten, ons ondersteunen om in elk geval door het diepste te gaan en ons weer eruit trekken. Dat doet IMF. Maar we zullen binnenkort, over een jaar of zo, zullen we het IMF gedag moeten zeggen. Omdat het programma een looptijd heeft. Hij eindigt eind 2024. Oké. En dan zullen wij verder moeten gaan. We weten ook dat we niet alle zaken die we hebben afgesproken met het IMF gaan kunnen uitvoeren binnen de komende periode. Maar we zullen in elk geval wel een aanzet hebben gedaan om verder te hervormen. En dat moeten we blijven doen. Ongeacht welke politieke stroming of regering ook komt. Als we het hart op de juiste plek hebben, moeten we deze correcties plegen. Anders zitten we over vijf jaar of 10 jaar weer bij het IMF. Ik kan u dat garanderen. En dat willen we niet. We willen niet korte termijn denken. Voor de samenleving, ik zou zeggen, omdat we nu al lichtpunten zien in de macrocijfers. Microniveau voelen de mensen het nog niet, maar in de macrocijfers. Zal de overheid er alles aan moeten doen. Want je gaat beleid moeten maken. Op dat wat je daar op macroniveau nu ziet, de vertaalslag te maken naar micro. Herverdelen. De overheid zal er alles aan moeten doen om die herverdeling te doen, zodat die samenleving langzaam maar zeker zal merken dat het wat lichter wordt. Dus het zal aan overheidsbeleid liggen dat op termijn de mensen die verlichting gaan voelen. Hoeveel geld komt er nog los tot eind 2024? Als ik zo mag berekenen, voor dit jaar zal dat ongeveer een 160 miljoen zijn. Okay. En voor het volgend jaar zitten we dan zeker op iets meer dan 200 miljoen. Dus bij elkaar kan je rekenen op nog zo'n 450 miljoen. Het is al die IMF, maar ook IDB. Onder paraplu van IMF hebben de andere instituten ook gezegd we willen helpen, we willen ondersteunen. De IDB helpt met voornamelijk begrotingssteun. En IDB heeft een pakket samengesteld dat parallel loopt aan het IMF-programma van ongeveer 500 miljoen, een half miljard Amerikaanse dollar. We hebben in dat kader al 200 miljoen gekregen vorig jaar. Dus we zitten nog ongeveer met zo'n 300 miljoen. Dat is een heleboel geld. Voor dit jaar 150 en voor volgend jaar nog 150. Als we al die bedragen horen, dan willen we eigenlijk wat minder buikpijn hebben. Ja.
Nogmaals, ze zijn ter ondersteuning van de begroting. Als de begroting is gemaakt, de overheid moet alle ontwikkelingsstappen die ze wil zetten, moet de overheid opnemen in de begroting. Dat is de juiste manier van hoe je een land regeert. Ik wil wegen bouwen, ik wil scholen bouwen, ik wil fabrieken bouwen. Dat alles moet in de begroting. En als de begroting tekort schiet, zegt het IMF, ondersteunen we met de begrotingssteun. Zegt IDB, ondersteunen we met begrotingssteun. Maar het zal aan overheidsbeleid liggen om in elk geval weer die duw te geven aan de economie met ondersteuning van deze internationale financiële instellingen. Meneer Eckhorst, ik wil u bedanken voor deze zeer heldere uitleg. Alsjeblieft. En ik hoop dat we u vaker mogen krijgen voor als er zaken zijn om dat toch wel te bespreken met onze kijker. Ja, ik ben beschikbaar. Dank u wel. Tot zover dan deze aflevering van In Gesprek met een extra aflevering, weliswaar. Tot de volgende keer.